Nieuwbouwwoningen worden steeds minder vaak aangesloten op het aardgasnetwerk. Dit betekent dat de komende jaren meer warmtepompen zullen worden geïnstalleerd. Deze trend betekent automatisch de overstap naar afgiftesystemen op lagere temperaturen. Het is belangrijk om de bewoners goed te informeren over het verschil met hoge temperatuurverwarming. In traditionele situaties zorgen radiatoren voor stralingswarmte. Bij lage temperatuursystemen is er minder straling, maar wordt warmte egaler verdeeld, vaak via vloerverwarming. Zo blijft een ruimte op constante, aangename temperatuur. Als installateur is het belangrijk om te weten wat een bewoner prettig vindt en om uit te leggen dat de temperatuur van het afgiftesysteem van invloed is op het comfort. Een woning met warmtepomp wordt meestal standaard uitgevoerd met vloerverwarming en ventilatie met warmteterugwinning. Dit betekent dat woningen egaal en energiezuinig verwarmd worden. Wil een bewoner extra warmte, dan kost het iets meer tijd dan het verwarmen met een traditioneel systeem. Om het comfort van bewoners te verhogen, maar ook om koudeval tegen te gaan, kan in het ontwerp gekozen worden om radiatoren te plaatsen. Voor lage temperatuursystemen zijn speciale radiatoren op de markt die een goed afgifterendement geven op basis van lage temperaturen. Als installateur ben jij een belangrijke schakel tussen de behoeftes van jouw klant en de techniek. Door goed te communiceren krijgt de bewoner het comfort dat hij verwacht. En jij tevreden klanten. Wij helpen je graag bij complexe vraagstukken over duurzame techniek. Renza, voor elk project een passende oplossing.